Oké, zoals de meesten van jullie hebben gehoord en gezien, heb ik vorige keer een smoothie gemaakt met diepvriesfruit en yoghurt en leek het meer op een ijsje dan een smoothie. Het was savant nog. Alleen smaakt het meer naar karton eigenlijk, dat fruit en dat mango. Maar het was savant. Dan heb ik ook achter de schermen nog een ander gemaakt met diepvriesfruit, maar zo allemaal bosbessen en zo. En die vond ik dan niet lekker, want daar zat gewoon te veel pitten in. Maar ondertussen heb ik iets nieuws gevonden dat er eigenlijk super niet lekker uitziet op dit moment, omdat het al een klein beetje te smelten is. Maar dit is dus een smoothie bar en dat is wel lekker, want ik heb die van mango al bijna opgeëten op één avond, terwijl er zo vijf in zitten. En wat moeten we dan eigenlijk doen? Zo een beetje melk doen eigenlijk, maar dat is eigenlijk al te veel. En dan gewoon ze één erin, maar ja, het valt natuurlijk te zien. Dat is blijkbaar bekeken voor één persoon. Dus als je met twee personen of zo bent, ja, dan zul je waarschijnlijk gewoon meer moeten in doen. Maar je kunt ook nog zelf fruit aan toevoegen als je dat zo zelf wilt. Maar ik ga dan een keer proberen om zonder fruit erbij toe te voegen. Want tot nu toe heb ik wel altijd fruit toegevoegd. En deze kunnen ook gewoon zoals ijsje opeten. En hopen dat ik de deksel van een keer deftig van deze keer op krijg. Want ik ga daar straks al heel veel te sukkelen. Nee. Oké, dat ziet er eigenlijk gewoon als yoghurt drink uit, maar oké, bon. En ja, ik ga het gewoon in mijn beker van daar straks doen. Oké, dit is waarschijnlijk iets te veel melk. Misschien moet ik er voortaan minder melk in doen of gewoon meer yoghurt. Smoothie bar. Ja, er moet echt nog een blok in, want dat is nu gewoon melk. Oké, ik heb hier even een tweede erin gestoken. Voilà. Dat lijkt iets dikker, maar toch nog steeds slap. Maar het is wel wat donkerder. En misschien is het ook gewoon beter nu. Van smaak of zo. Dan deze. Van dikte niet echt of zo. Van smaak wel, dus. Ik denk gewoon als je echt een dikkere smoothie wilt, dat je toch echt wat meer echte fruit erbij zal moeten steken. Of gewoon wat minder melk en meer bars. En dan komt het helemaal goed. Maar ik vind het wel goed, maar ik doe er altijd zelf nog wat fruit bij, want dat vind ik net iets lekkerder.